Hierachter zie je een van de buurthuizen op wielen staan. Het is een oude camper uit de jaren 70. Helemaal ingericht in die stijl met een platenspeler, met boekjes uit die tijd. En wat we met buurthuizen op wielen doen is met verschillende partijen in de wijk eigenlijk gewoon heel laagdrempelig het contact aangaan om te kijken hoe het gaat met mensen. Wat de camper doet is verbinding creëren en dat in de grootste zin van het woord. De camper geeft het vakantiegevoel op eigen stoep. Dus je hebt een ontspanning en een ontspannen sfeer. Nou, we beginnen de ochtend met een plekje uitzoeken. Dan hebben we de camper geparkeerd. Dan wordt de luifel uitgezet, worden de stoeltjes uitgeklapt. Koffie wordt gezet, dat is nogal het voornaamste in de ochtend. En dan zijn we eigenlijk ready to go. Het project is ontstaan in Rotterdam-Zuid vanuit de samenwerking tussen onze stichting, Stichting De Tijdmachine en Humanitas in Rotterdam. Stichting De Tijdmachine heeft als missie dat iedereen eigenlijk in Nederland op eigen wijze kan vergrijzen. En daar hebben we verschillende projecten voor ontwikkeld. Wij hebben onze oorsprong in het verpleeghuis. Daar hebben we een veranderaanpak persoonsgerichte zorg. En daar maken we gebruik van reminiscentie. En reminiscentie is eigenlijk teruggaan in de tijd. Teruggaan naar een tijd dat je in de bloei van je leven was. En daar komt een enorme kracht vrij. En toen we de verpleeghuizen niet meer in konden tijdens corona, hebben we hem eigenlijk mobiel gemaakt en is het buurthuis op wielen ontstaan. Buurthuis op wielen, dat gaat eigenlijk naar de mensen toe. In winkelcentrums, vlakbij buurthuizen, maar eigenlijk ook juist op plekken waar nog niks is. Dus gewoon in de woonwijk. Om te kijken wat er leeft in de buurt en om mensen met elkaar in contact te laten komen. Zoals je ook op een camping zit en gewoon even lekker met je buurman gaat zitten koffie luiten en de tijd hebt om een keer wat dieper gesprek met elkaar te voeren. En dat is wat we hier doen. Wat wij merken in die gesprekken is dat je daarna al heel snel kan vragen hoe het met iemand gaat. En vanuit daar, vanuit die vraag kunnen vragen naar boven komen over ik kan mijn huis niet meer zelf schoonhouden, tot iemand die boodschappen voor iemand doet, dat is te zwaar. Eigenlijk komt er van alles naar boven waar wij dan met dezelfde partijen een oplossing voor verzinnen. Onlangs hebben wij een award gewonnen, het Zorgzaam Wonen Award. En daaruit hebben we, mede dankzij het Oranje Fonds, hebben wij samen met de trainer een methodiek kunnen ontwikkelen en kunnen wij trainingen geven. En voor die trainingen zijn ook boekjes ontwikkeld die we aan de professionals kunnen meegeven om ze alvast te informeren en toe te lichten wat wij eigenlijk op zo'n dag doen en wat het doel is van de dag. Het is niet ons doel om als stichting een heleboel campers te hebben en overal heel druk te zijn, maar we willen vooral dat de partijen het zelf daarna oppakken en overnemen, zodat wij op een gegeven moment eigenlijk overbodig worden op een plek. Ik heb geleerd dat het goed is om het stapje voor stapje te doen. En nu in Utrecht, we zijn ook met Nieuwegein bezig al. En er zijn met andere gemeenten die interesse hebben om volgend jaar in het voorjaar van start te gaan met hun eigen pilotprojecten. Het brengt heel veel rijkdom op als je ziet hoe makkelijk het gewoon kan gaan om gewoon een gesprek aan te gaan. Ik ben er heel erg trots op dat de camper zo'n impact kan maken, maar ook de toewijding van alle mensen die daarbij betrokken zijn. Ik vind dat als we allemaal gewoon een klein stukje doen, dan doen we samen gewoon enorm veel. Mm-hmm.